Meneer De Wild, wat kunt u vertellen over de aanleiding van deze tentoonstelling? Zoals de meeste mensen wel weten is binnenkort het grote evenement Sail weer hier met de grote zeilschepen. En we dachten het was een goed moment om eens een tentoonstelling te maken over de historische zeilvaart langs de Hollandse kust. En we hebben dus het geluk gehad dat we een verzamelaar in Beverwijk gevonden hebben die daar prachtig materiaal over heeft. Meneer Duiker, hoe bent u zo ertoe gekomen om dit allemaal zo uh, te verzamelen? Ik begon met de wijken te verzamelen en zo. En uh, die landhuizen, wat je, een uh, een uh, Zo ben ik eigenlijk begonnen. En hoeveel prenten heeft u in al die jaren al bij elkaar verzameld? Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar hier hangen er ongeveer 65, denk ik, van mij. Maar thuis heb ik er ook nog wel een uh, aantal uh, losse prenten liggen. En ook ingelijst nog. Want ik wissel thuis ook nog wel eens. En uh, hier hangt een hele, hier hangen dus 65 schilder, uh, printen van u. Waarom de keuze voor deze 65? Nou, ik, had, ik heb het nog nooit geëxploseerd en denk, dacht, ik sale, dit is een mooie gelegenheid. En uh, nou ja, dat uh, doe je maar één keer in je leven natuurlijk, exposeren. We hebben hier uh, de kaart van Wagenaar, die is heel uniek. Kunt u mij vertellen waarom deze zo uniek is? Nou, die uh, was de eerste... Hè? En die een zeeatlas uitgaf van de kust tot uh, het noorden, Denemarken en zo, en uh, tot Spanje. En later heb je nog een zeeatlas uitgegeven van uh, uh, Kater Tresor. Dat waren twee atlassen, maar daarna is er nooit meer wat van hem verschenen eigenlijk. We staan hier bij een prachtige print van een koopvaardijschip. Wat is hier aan de hand op dit schilderij? Nou, in de Zaan hadden ze altijd veel hout nodig, ook in Amsterdam, voor de scheepsbouw. En het, het, in, in de winter was het Noord-Hollands Kanaal al helemaal dichtgevroren, maar ze moesten hout halen uit Suriname. Dus ze hadden allemaal allerlei mensen ingeschakeld, die moesten het Noord-Hollands Kanaal openzagen. Maar dat is natuurlijk een gigantische klus. Dat, dat ijs was, geloof ik, behoorlijk dik nog. En uh, nou ja, toen waren ze zo ver in de helder. toen begon ze te dooien. Maar ja, dan is het ijs natuurlijk nog niet weg. He, dus maar. dat is uh, eigenlijk de opzet van deze print. Een tweede aanleiding is dat er een recent een boek verschenen is. over een onbekend stuk geschiedenis. Uh, dat gaat over de walvisvaart vanuit Wijk aan Zee. Eigenlijk, de meeste mensen wisten niet dat het bestaan heeft. maar in de 16e en 17e eeuw. Er was er een grote groep wijkenzeeërs die op Walvisvaart gingen. En daar, Ook daar gaat een deel van onze tentoonstelling over. Heel interessant. En uh, waarom moeten mensen ook beslist komen kijken naar deze tentoonstelling? Ik denk dat het uh, voor de meeste mensen een grote verrassing is. Dat er zoveel prachtig printmateriaal bestaat over de zeilvaart. Uh, als je die schepen op het doorzeekaal binnenkort ziet, is het mooi om te zien. Maar dat er uh, zulke mooie afbeeldingen bestaan uit de 16e, 17e, 18e eeuw, dat is denk ik voor de meeste mensen wel een verrassing. Deze tentoonstelling loopt tot eind september, uh, het laatste weekend van september. En we zijn elk weekend open, zaterdag en zondag, van 2 tot 5.